Ik film hier met de nieuwe J-series van Samsung. Het absolute budgetmodel. Ik film in Full HD, 30 frames per seconde gok ik. Het kunnen er ook 25 zijn, dat weet ik zo niet. Dat laat de telefoon niet zien. Alleen dat ik in Full HD aan het filmen ben. En je merkt, beeldstabilisatie, daar is geen sprake van. Maar ja, wat wil je? Het is echt een heel goedkoop toestel. En dan gaat het er vooral om, is dit voor jou acceptabel, ja of nee? Ga ik stilstaan? Ja, dan sta ik zelf natuurlijk wat stabieler. En dan is dit, vanuit stilstand, de kwaliteit die je filmt. Er is HDR-ondersteuning. En ja, als ik kijk zo op het scherm, dan denk ik van, nou, dit is niet slecht. Maar je moet inderdaad niet gaan lopen met het toestel. Dan krijg je dit en dit is gewoon echt niet heel relaxed. Maar ja, wat ik zeg, het is een heel goedkoop toestel. Daar kies je ook een beetje voor. En dit is wat je ziet als je de selfie-camera gebruikt om te filmen. Dat is ook in 1080p, dus ook gewoon lekker full HD. Wederom niet gestabiliseerd, maar als ik zo naar het beeld kijk, het lijkt me wel heel erg scherp te zijn. Ik ben vooral eigenlijk heel erg nieuwsgierig ook naar wat is nou de kwaliteit van de microfoon. Ik heb ook de J6 Plus onlangs getest. Daarvoor vond ik de microfoon niet zo heel erg denderend. In die zin, ik was bijna niet te verstaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat met deze is. Hoe dan ook, wil je nou meer weten over dit toestel? Want ja, heel veel cameramodus meer te testen heb ik namelijk niet. Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je de hele review. En vind je deze cameratest nou fijn? Doe dan even een duimpje omhoog bij YouTube. Alvast bedankt. Hey, ciao hè.